Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie helemaal bijpraten over de laatste kinderschoenentrends. Deze video heb ik opgenomen in samenwerking met Nelson, waar al deze leuke kinderschoenen van zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben altijd echt dol op de wisselingen van de jaargetijden. En ook als de herfst en de winter aankomt, ja, daar word ik gewoon blij van al die mooie kleuren en die herfsttinten. En ook op het gebied van kinderkleding en kinderschoenen, ja, is het echt een perfect moment om weer helemaal te vernieuwen. In de winter heb je ook gewoon zo lekker veel keus. Je hebt enkellaarsjes, maar je hebt ook heel veel verschillende bikerboots. Echt, er is volop keus. We gaan beginnen met trend 1, de space trend. Afgelopen seizoen zagen we die trend al een beetje opkomen. Vooral veel met de metallics en de glitters. Maar dit seizoen gaan we hem ook echt letterlijk terugzien met sterretjes en met glitters. Zoals bijvoorbeeld in dit schoentje. Op dit schoentje heb je allemaal leuke gekleurde sterretjes. En deze is ook echt te gek. Ja, we zien hem in mijn outfit ook al een beetje terugkomen met die sterretjes en die glittertjes. Maar ook de oude vertrouwde metallics blijven deze winter helemaal ontrend. Maar wel in leuke vernieuwende kleurtjes. Durf jij wel een beetje voor een gewaagde outfit te gaan? Dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om zo'n metallic schoentje te combineren. Heb bijvoorbeeld ook een metallic jas. Is wel echt lekker opvallend. En vind je dat nou te heftig? Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor meer een soort basic item. In deze kleuren kom je ook wel echt heel tof. En wat bijvoorbeeld ook heel erg leuk is, is om dit laarsje te pakken. En die combineer je dan bijvoorbeeld, luister, met zo'n space jas. Of leuk bij dit pantenjasje. De tweede trend die ik wil uitlichten is de trendkleur groen. Dat is toch echt wel dé kleur van aankomend seizoen. En ja, jullie zullen het haast niet geloven, maar het is echt toeval dat ik vandaag deze trui aan heb. Hij is groen. Zo zien we dus in de kinderkleding en in de kinderschoenen verschillende tinten groen. Felle kleurtjes, maar ook wat meer donkere kleuren groen. Ja, dit is bijvoorbeeld zo'n heel fel kleurtje, felgroen. Maar we zien ook dit soort meer wat donkergroen. En ook voor jongens zijn er dit seizoen echt heel veel toffe groene laarsjes. Echt even wat anders dan zwart of bruin. En nu hoor ik je denken, hoe combineer ik nou de kleur groen? Eigenlijk is dat best makkelijk, want zoals je ziet, de kleur groen die combineert eigenlijk overal al heel erg lekker bij. En dan zijn we alweer aangekomen bij trend 3, het stoere laarsje. We zien hem terug in verschillende types en varianten. Ik laat jullie hier even een paar zien. Bijvoorbeeld deze enkelboot van Timberland. Hij is leuk voor zowel jongens als meisjes. Er zit een heerlijk zacht bondje aan de binnenkant. Ja, je kunt hem ook op verschillende manieren dragen. Bijvoorbeeld onder een spijkerbroek met de broekspijp eroverheen. Maar je kunt juist ook de broekspijp oprollen. En wat we dit seizoen ook veel zien, is dat op de laarsjes, de stoere boots, van die leuke applicaties zitten. En deze van Orange Babies, die zijn ook nog eens heel erg leuk geprijsd. Tip! Dit waren ze, de drie trends die ik heel graag met jullie wilde delen. De space trend, de kleur groen en het stoere laarsje. Ik ben heel benieuwd welke van deze drie trends, of welke schoenen, jij het allerleukste vindt. Ik zou het heel tof vinden als je onder deze video een reactie wilt achterlaten, hieronder. Ja, ik ben gewoon benieuwd. Welke vind jij het leukst? Laat het me even weten. En vind je het nou leuk om vaker van dit soort video's te zien? Abonneer je dan even op het YouTube kanaal van Kindermodeblog. En natuurlijk op het kanaal van Nelson Schoenen. En vond je deze video nou leuk om te kijken? Steek dan even je duimpje omhoog. Tot de volgende video. Doei!